Euskan Akjol lijkt spijt te hebben van zijn beweringen over het vermeende brulfilmpje van Matthijs van Nieuwkerk, al dus Johan Derksen. Inmiddels zijn er twee weken verstreken sinds Akjol claimde dat er in Hilversum een compromitterend filmpje circuleert van het wangedrag van Van Nieuwkerk. Echter, tot op heden heeft niemand anders dan Akjol zelf het bewuste filmpje gezien. Akjol rechtvaardigde zijn acties destijds door te stellen dat iedereen in Hilversum al op de hoogte was van het filmpje. Echter. Deze bewering lijkt niet te worden bevestigd, zelfs niet door bekende gezichten als Yvonne Koldewijer en Albert Verlinde. Derksen speculeert over de mogelijke spijt die Akjol nu voelt, gezien de ontbrekende bevestiging van zijn beweringen. Wilfred Gené blijft bij zijn tafelgasten controleren of zij het filmpje kennen, maar tot dusver heeft niemand het gezien. Zelfs degenen die mogelijk toegang zouden moeten hebben tot DWDD-chatgroepen waarin oud-collega's informatie delen, geven aan dat het filmpje niet bekend is. Derksen grapt over de vermeende spijt van Akio, terwijl Gene concludeert dat het een lastige situatie wordt. De herinneringen aan het vermeende wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk lijken echter springlevend te zijn, en sommigen zullen deze nooit vergeten. Dit bleek bijvoorbeeld toen RTL overwoog hem weer op de buis te brengen, wat resulteerde in woede bij enkele medewerkers van RTL. De kwestie rond van Nieuwkerk blijft een intrigerend en controversieel onderwerp in de media.